We waren donderdag en vrijdag bij de raad. Beide dagen zijn er voorstellen op tafel gelegd, waarmee we, alhoewel we ons niet helemaal in terug konden vinden, zijn we toch een akkoord gegaan vanwege het algemeen belang. Een van de zaken is dat we dit weekend samen moesten komen met een deel van het oud-bestuur van onder leiding van de heer Baas. En we moesten dan een pakket samenstellen ten aanzien van de toelagen waarvoor de leden nu hebben. En is dat gebeurd in het weekend? Jawel, we zijn zondag bij elkaar geweest en we hebben elkaar kunnen vinden. Ten aanzien van een pakket, dus dat moeten we vandaag presenteren aan de raad. Wat is het probleem eigenlijk precies? Kunt u dat even weer uitleggen waarom het zo ver is gekomen dat jullie bij de bemiddelingsraad terecht zijn gekomen? In feite hebben geen van de drie partijen de raad in feite benaderd. De raad heeft op basis van de wet en op basis van hun bevoegdheden gezegd van ik wil bemiddelen in het geschil dat speelt bij de SUM. En dan gaat het om de twee zaken. Eén, het gaat om de twee besturen en ook het tweede waarvoor de leden nu in actie zijn, dat is de toelage. Dus de raad heeft een eigen initiatief genomen om in feite te bemiddelen. En bent u tevreden dat de raad uiteindelijk de stap heeft genomen om te bemiddelen? Natuurlijk, omdat we op een gegeven moment de raad is gekomen en wij zijn bereid te kijken op alle fronten om tot de oplossing te komen. En hoe staat het met de acties? De acties zijn nog gaande. Heeft de samenleving eigenlijk problemen kunnen ondervinden door deze acties? Niet al zodanig, want als ik het al zei, de directeur zou van één tijde wel proberen de watervoorziening te garanderen. Dus het is hem toch wel gelukt. En uiteindelijk, er zijn twee bonden wat ik begreep. Wanneer zijn er verkiezingen? Wanneer gaat het zover komen dat er één bond is uiteindelijk? Oké, het zijn niet twee bonden, ga je corrigeren. Het zijn twee besturen. De raad heeft een voorstel gedaan daaromtrend. We kunnen ons niet echt erin terugvinden. Maar we gaan ermee akkoord, dus we kijken uit. En dat is ook de bedoeling dat we dat vandaag ook bespreken. Want wij hadden eerder hebben wij gekozen voor een referendum. Maar de raad heeft dat afgewezen. En ook hetgeen wat ze hebben aangehaald, waarom geen referendum, daarin kunnen we ons niet terugvinden. Dus we kijken uit wat de raad vandaag zal vertellen over hun oplossing ten aanzien van de twee besturen. Wat is de reden waarom ze eigenlijk hebben aangegeven geen referendum? Ze hebben aangegeven dat als ze een referendum houden, ze aangeven dat beide besturen rechtsgeldig zijn. En dat kunnen ze niet doen, alleen de rechter. Maar de wet geeft wel aan dat de bemiddelingsraad de instantie is die een referendum in zo'n geschil kan houden. Dus